Nou, dan hebben we nu Bart. Hij is hier als persoon, maar hij is ook van de FNV. Bart, aan jou het woord. Dankjewel. Ik ga proberen mijn toespraak in twee talen te doen. Dat is een poosje terug, maar I'll try to do my speech in two languages. The English won't be a problem, but the Dutch is a bit of a dialect. Afgelopen maandag, last Monday, my name appeared beneath the statement from Code Rood. Onder de verklaring van Code Rood stond mijn naam. Then I was called by people, regular people who work for the NAM. Toen belden mij mensen die werken bij de NAM. And they are union members. Good, hardworking, normal people. Goede, hardwerking, normale mensen. En die waren boos op me dat ik eronder stond. They were mad at me. And I said, now it's time for coffee. En we hebben ook koffie gedronken. En dat gesprek heeft mij geleerd dat fossiele brandstoffen ook in de optiek van die medewerkers op een eind zijn. They also understand that when it comes to gas and all the other means, it's in the end. They understand as well. Maar wat belangrijk is, what I think is very important, is that we keep on recognizing they are with us. They're the same group. We moeten blijven onthouden dat die mensen die in die industrie werken bij ons horen. Because I understand why they were mad at me. Ik begrijp waarom ze boos op me waren. 10 years ago, you were somebody, if you worked over there, they were making big money. And you could talk, when there was a party, you could talk about your job. 10 jaar geleden kon je, als je bij de NAM werkte, oh jongens, kijk mij eens. Ik heb een baan voor het leven. Gaat met mij prima. En dan kon je er op een verjaardag over praten. En nu schamen ze zich bijna. Now they have to be ashamed. That's a tough job. That's a tough job. If you're a regular worker, that's a shitty situation. Daar zit een leus. And I made a mistake in my union career a couple of years ago. We were at strike against Albert Heijn, big supermarket chain. And we said, Albert Heijn is shit, Albert Heijn is this, Albert Heijn is that. And the worker said, but you've got to stop this. We are Albert Heijn. I said, okay, let's do this differently. The director of the board at Albert Heijn. So, if you choose your message well, because you got to respect all working people. That's my message for today. Respect working class people. Yeah. Respecteren van de werkende klasse. Je kan ook op een gegeven moment zonder werk zijn. Zelderijen heen. Dat brengt me wel bij het volgende. That brings me to the next thing. Quitting gas and gasoline and everything is not easy. Stoppen met fossiele brandstoffen is niet makkelijk. I know a lot of car mechanics. Ik weet een heleboel automonteurs. Die verstand hebben van elektrische auto's. They know electric cars. But we're not there yet, so we can't just say, okay, quit tomorrow, because we have a disaster. We have to find a way, a message, to keep those people organized alongside of the people who take the front like you. Dus jullie lopen voorop, maar je moet die automonteur, die ook zijn baan nodig heeft, die moet je naast jou, die moet je mee blijven organiseren. Dat is de enige weg die we moeten belopen. Ben ik van overtuigd. Dan is er nog de beeldvorming in het nieuws, sinds jullie hier begonnen zijn. Ik was een beetje nerveus. There's also a lot of images in the news, different images. I was a bit nervous when I got here. I thought, like, I'm not going by bike because they're probably going to steal one. Ik weet niet of iedereen met het Nederlands ook begrepen, maar ik was bang dat ze mijn fiets zouden stelen, dus ik heb die dikke leasebak meegenomen. Die is al gestolen. Okay, if you can't laugh at your own stuff, you can't laugh at nothing, so. I'm going to explain why I appeared here as a human, and not as a union officer, but I will give you this. The board of our union, and it's the biggest union in Holland, supports all the stands that Code Red has publicized. So, every single one of them.
Dan kom ik nu bij een moeilijker stuk. Ik zag vanmorgen de beelden van wat er gisteravond gebeurde, dat die mensen zo geslagen werden. I saw in the news how those people yesterday evening got beat. And I was angry. I called Bram and I said, my friend, what the hell? Ik zei tegen Bram, ik zei, wat er gebeurt daar gisteravond? Ik weet niet wat ik zie. And that maakte mijn speech ingewikkeld. It made my speech very complicated because 3 weeks ago there was a heat wave in this country and I saw a crazy man making a fire at a historical place in my region. And I couldn't talk him out of it, so I called the cops. Er was een man bij Nunebed en die wou een vuurtje stoken, die gaf ze dus helemaal lijf. Ik kon ook niet met hem praten, ik denk, bel de politie. The police solved the problem. They saved nature, they saved my region, the police lost it up, and they called me, they handled it nicely. So, great job, right? About 3 months ago, we bought a new bike at my place, and it was stolen. And there was nobody in the police agency, I'm a fool, I didn't get my bike stolen in 20 years. There was nobody to take my complaint, right? But if you touch a fence from the NAM, they got an army. Dus er is niemand om mijn aangifte op te nemen. Als ik een hekje van de NAM aanraak, dan heb ik een heel leger hier staan. Maar het blijft ingewikkeld, want al die politiegen, 80-90% van die gasten, is lid van de vakbond. Ze zeggen, they're good organized, they're very well organized, they're all in the union, right? And if it's about their collective agreement, they block the ministry in The Hague. They break rules. Als het over hun CEO gaat, dan breken ze regels, dan blokkeert ze het ministerie. Dus dat maakt het ingewikkeld. Maar ik ben het ook gaan begrijpen. En dan kom ik bij dat mensstukje. Zo oud als de mensheid is, steken wij ordebewakers en legers in uniformen. As old as human beings are, as the human race is, we stick people in uniforms. We do that because it takes your personality. Dat doen we omdat je je persoonlijkheid verliest. If you lose your personality, you lose responsibility. And you become somebody who has to order, has to follow orders. No one has the right to follow orders. Yeah, you're right, but this guy has an income, he's a family, he's got a job, he's also doing good things when I call him about the fire. Makes it complicated still. Then I realized, when he's at home, puts out his uniform, and his small child gets on his lap, he's a human. So I decided this morning, when I decided to go here, I'm not going as a union officer, I'm going as a human. And I think you have to be persistent and keep inviting the police officers, when they're off duty, to come and stay with you here. Ik denk dat het goed is dat je de mens, als hij zijn uniform uitdoet, uitnodigt om hier te komen. Mensen naast elkaar maken oplossingen. Als wij dit conflict over fossiele brandstoffen ooit willen oplossen, gaan mensen het oplossen, niet partijen. Let op het woord. Partijen die bij elkaar komen, krijgen ruzie, krijgen conflicten. Mensen lossen shit op. People solve shit. Parties don't. No commercial party, no political party. People solve shit. People are here, people are uniting, people inspire other people. That takes me to the next thing. It's always humans that change things in history. And the people of Groningen need inspiration. This shit is going on for years. And they got politicians pretending to solve shit. They come and they go, they get paid and they go. The union tries to get people organized. They don't because they think it's no use. People will not move if they don't. People will not think about their problem if they don't know how to move. And what you did here for the last 24 hours is inspire people to move. So keep on doing stuff like this. If you do it today, tomorrow, or next year, you will inspire them. You will lead them to win. Ik vergeet bijna het Nederlands. Jullie zijn hier om de Groningers te inspireren, om te leren dat je uiteindelijk gaat bewegen voor een oplossing en gaat winnen. En als het niet vandaag is, volgende week, dan volgend jaar. Dan kan ik nog maar met één ding afsluiten. Dat is een quote van Gandhi. En dat is, first they ignore you. You've been there. Then they fight you. You're in there. Then you win. You'll get there. Thank you.